Nou, mijn naam is Helge Witjes, gedeputeerde in de provincie Gelderland. En we zijn hier op het prachtige industrieterrein Kleefsewaard. Waar alles wat je ziet met energietransitie en met circulariteit te maken hebt. En wat ik hier nou vooral kom doen, is vooral iets vertellen over wat de provincie doet rondom slim en schone logistiek en mobiliteit. Want we hebben best een grote opgave met elkaar. En hopelijk kunnen we elkaar allemaal inspireren om die slag te maken. Move East is eigenlijk een initiatief wat genomen is vanuit OostNL om bedrijven in een podium te geven die actief zijn in deze sector. Vandaag hebben we een hele mooie inspirerende dag met mooie sprekers, inhoudelijk programma, mooie exposanten en op een geweldige locatie waar we heel trots op zijn. Kerstentechniek is een bedrijf wat zich richt op de energietransitie. En vandaar ook onze interesse voor deze beurs, om kennis te maken met andere partijen en om ons bedrijf te presenteren aan Oost-Nederland. Ik ben hier aanwezig omdat dit een prachtig event is. Het gaat over duurzame oplossingen in logistiek. En dat is ontzettend belangrijk dat je mensen, aanbieders, vragers van oplossingen bij elkaar brengt. We staan hier namens de stands van Gelderland en Overijssel, waarbij we ondernemers ondersteunen op het gebied van onder andere de verduurzaming van de mobiliteit. We hopen hier vandaag met veel ondernemers en instellingen in contact te komen om ze te ondersteunen.